De prinses en de draak. Een prins die besloten had iets van de wereld te gaan zien, kwam eens in een stad waar iedereen in het zwart was gekleed. Alle gebouwen waren omvloerst en in de hofvijver zwommen zwarte zwanen. Nieuwsgierig vroeg hij wat er aan de hand was. Het is de draak, het is de draak, zeiden de mensen. Die woont ten oosten van de stad, in een hol, en ieder jaar moet hem een jonge maagd worden gebracht. Nu is de dochter van de koning aan de beurt. Wie haar kan redden, krijgt haar tot vrouw. Al heel wat jonge mannen hebben geprobeerd de draak te doden, maar er is er nog nooit één levend teruggekomen. De prins besloot het erop te wagen. Maar toen hij bij het paleis kwam, waren de koning, de koningin en de hele hofhouding al vertrokken om de prinses uitgeleiden te doen. De prinses was de drakengrot al binnengegaan. Toen de prins vertelde waarvoor hij gekomen was, werd hij door de maarschalk naar de ingang van de grot gebracht. Daar ging de prins alleen verder. Overal lagen afgekloven beenderen en schedels. De draak zat bij een put, waaruit het geschrei van de prinses hoorbaar was. Zij leefde dus nog. De prins trok zijn zwaard en een vreselijke strijd begon. Het gevecht duurde uren, maar tenslotte wist de prins alle 7 koppen van de draak af te slaan. Hij riep de maarschalk en toonde hem het lichaam van het verslagen monster. Nu moet je me aan een touw naar beneden laten zakken, in deze mand, zei hij. Dan breng ik de prinses weer naar boven. Zo gebeurde. De prins daalde af in de put. Toen hij beneden kwam, stond hij in het drakenpaleis. De vloeren waren van zilver en de muren van goud. Overal stonden kisten met edelstenen. En daar, op een gouden bed, lag de prinses. Ze droeg een sneeuwwitte jurk en haar ravenzwarte haar was getooid met oranjebloesem. Wat was zij mooi. Als zij glimlachte, was het of de zon opging. Zij keken elkaar aan en wisten dat zij altijd van elkaar zouden houden. Kom mee, zei de prins. De maarschalk wacht boven. Stap maar in de mand. Dan zal hij je naar boven hijsen. Daarna kom ik en dan gaan we trouwen. Maar de maarschalk was een slecht mens. Hij had besloten te doen of hij zelf de draak had gedood. En toen hij de prinses naar boven had gehezen, gooide hij de mand met touwen al naar beneden. Vaarwel, prins. Zie maar dat je boven komt, riep hij. De prinses begon te snikken, maar de hardvochtige maarschalk barstte in lachen uit. Daar zat de prins, omgeven door edelstenen. Was hij zelf maar het eerst naar boven gegaan. Vergeefs probeerde hij een manier te bedenken om uit de put te komen. Maar toen hoorde hij de maarschalk en daarna ook de prinses zuchten en steunen en hij begreep dat het te laat was. De maarschalk bezwoer de prinses dat hij haar zou vermoorden als zij het waagde over het gebeuren te spreken. Hij trouwde de prinses, erfde het koninkrijk en leefde nog lang en gelukkig.